I always say cows are like women. They always look, but if you want to catch them, they run away. But they reacted like, okay, in the Netherlands there is no future for farming. So, volgend jaar is het dan nog te verdubbelen. Good morning everyone. A few days ago I found out about a Dutch farmer living close to Rostov in Yaroslav area. Today I am going to visit him. I'm very curious to know how he lives here, how he has his farm and, well, why? Why in Russia? You smell that? This is the smell of the Netherlands. Cows. In the countryside it smells like this everywhere. Pieter? Goedemiddag. Goedemiddag. En nu de laatste koeien zijn we naar de stal, naar de nieuwe stal aan het verhuizen. Ah, dat is echt wel. Ze zijn dus allemaal nog niet in gebruik. Nou ja, net 2 minuten terug wel. So finally I met Pieter and he needs to finish something, so we're waiting a little bit. Op zijn Russisch natuurlijk, hè? We zijn Nederlanders, maar ook half Russisch in onze zusje. En daar is het. Zo, cows are now a little bit. Ze zijn erg onrustig omdat ze net zijn verhuisd. Ja, ja. Maar in de andere stad zijn ook koeien, daar is het rustig. Maar in principe heb je hier dus gewoon een beter klimaat. Betere afstellingen voor de koeien, dat ze beter kunnen liggen. Oh, meer ruimte meer licht, misschien? Meer water, meer licht. Het is en meer lucht. Why do you cut their horns? Because I cut the horns because a cow with horns need 30 square meters. Welfare area. A cow without horns, it needs 10 square meters because it cannot hurt anybody. De koeien voor melk. Ja. En vlees. Vlees is ook een. En vlees. Uiteindelijk. Vlees is uiteindelijk ook een nou ja, een bijproduct om het zo maar te zeggen. Ja. Why is these cows silent? Like, because they are already 2 months in here. They move just today. Can be so emotional animals. Well, I always say cows are like women. Why is that? Why? They always look, but if you want to catch them, they run away. Hoeveel werknemers heb je? In totaal hebben wij hier 50 werknemers. 50. Omdat je een heleboel voorheen handwerk had. Ja. Dus had je in principe had je 300 koeien in 3 stallen. Ja. Ja, als je elke stal al 15 mensen nodig hebt om 1 stal te bewerken. Nou ja, dan heb je nog een veearts en een inseminator en nog boekhouders en trekkerchauffeurs. Dan wordt het een hele waslijst met mensen. Het is gewoon allemaal inefficiënt. En daarom is er ook zo'n heel groot verschil in landbouw met kostprijs. Op een oude stal is de kostprijs gewoon groter. En dan weet je het niet. Hoeveel koeien zijn er nu in deze stal? In deze stal zitten er ongeveer 400. 400? Ja. En je hebt 1, 2? 2 stallen. 2 stallen? Ja. Dus je hebt er 800 in totaal. Ja. Maar volgend jaar is het dan nog te verdubbelen. Het is gewoon allemaal efficiënter ook. Want je gaf aan met het licht, is dat... Ja, licht geeft ook positief. Beter voor de koeien? Beter voor de koeien. Ja. Ook, nee, heb je als het ware gratis vitamine D. Laten ze ook hun hormoonhuishouding laten ze beter zien. Je bent hier in Rusland 20 jaar al, ja, begrijp ik. Hoe ben je hier terecht gekomen? In 1999 heb je de kans of de mogelijkheid om op de landbouwinstituut om op stage te gaan. Ja. En de eerste keer was ik in Portugal. En de tweede keer hebben we besloten om ergens anders heen te gaan. En we wouden niet in Europa, niet naar Amerika, niet naar Nieuw-Zeeland, niet naar Afrika. Dan blijft er niet heel veel over. Nou ja, dan pak je dus de aardbol en dan draai je de aardbol en dan kom je op het grootste land van de wereld uit. How your family reacted when you said I'm moving to my family. Oh, but they reacted like, okay, in the Netherlands there is no future for farming, so... Why? Why? Yeah. Changing regulation, expensive land, expensive quota.
there was already a big difference when I finished the institute and my brother was 2 years younger. It's really tough to make normal income, normal family life in the Netherlands with farming. Rusland produceert maar 2 keer zoveel melk als Nederland. Dat is weinig. Dat is weinig. Maar melk is wel heel populair in Rusland. Ja. In principe is het 30% tekort op basisniveau. Ja. Kan gerust de hele melkvee, die kan gerust verdubbelen of verdriedubbelen. Ja. Zonder te moeten exporteren. Ja. Die vacuüm van tekort aan melk is nog ongelooflijk groot. Relatief is de melkprijs, de huidige koers is gewoon heel hoog. Dat is gewoon bijna 50% hoger dan het in Europa is. Hoe lang heb je nu je eigen bedrijf? Een jaar. Een jaar. Welke moeilijkheden zijn er specifiek hier in Rusland als je vergelijkt met Nederland? Know-how, toch 20 jaar achterlopen. Dat lukt je niet om ze in 1 jaar bij te spreken. En welke zijn moeilijkheden, welke voordelen heb je hier? Want die zijn er denk ik dan ook. Voordelen? In de sector van Nederland. Nou ja, als je zo'n bedrijf in Nederland zou opzetten, nou ja, dan zit je op een investering rond de 20, 25 miljoen. In totaal zit het hier bijna 5 miljoen dollar erin. Heb jij contact met Nederlanders hier? Ga je naar Nederlandse bijeenkomsten bijvoorbeeld? Of nee. Echt gewoon puur Russische omgeving? Puur Russisch. Dus ik ben nu hier, hoe lang is het geleden dat je de vorige Nederlander hebt gezien? De vorige Nederlander, was Gilles van der Schoor, de ambassadeur van Nederland. Toen hij net begon in Moskou, ja, als ambassadeur, toen heeft hij dus een tour gemaakt door Rusland. En nou ja, ook bij Nederlanders langs geweest, om te kijken hoe Rusland eruit ziet. Ja, okay. Dus het is echt wel, jij leeft gewoon in een Russische wereld en ja. Je bent eigenlijk gewoon een Rus geworden. Nou ja, ik heb ook een paspoort sinds een half jaar. Dus. Oh, kijk aan. Ah, dat maakt wel. Pieter, het was heel erg leuk, heel interessant hier om te zien hoe jij hier te werk gaat en te horen hoe het allemaal lukt. Succes. Bedankt. Ja, dankjewel. Oké, leuk dat je de gast was. Dankjewel. Zien we elkaar nog een keer. Ja.